Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gisteren gestart met het drukken van de voorzijde van de oproepingskaarten. Het drukken gebeurt onder toezicht van het Korps Politie Suriname, meldt het ministerie in een persbericht. De oproepingskaarten zullen per district van kleur verschillen. Volgens planning zullen alle oproepingskaarten op 26 april gedrukt zijn. 385.000 Surinamers mogen hun stem bij de komende verkiezingen uitbrengen.